NEC speelt de late wedstrijd aanstaande zondag. Het is de nummer 10 tegen de nummer 12. Zijn Heracles en NEC volgens trainer Peter Huballa ook vergelijkbare ploegen? Ja, we hebben in Almelo een goede wedstrijd laten zien, maar ook verloren. Ja, met verliezen kennen we ons nu heel goed uit, omdat we de laatste wedstrijden alle verloren hebben. Ik vind Heracles, ja, zijn krachten natuurlijk, Kuvas, Peterson, Amanteros. Dat zijn echt goede jongens in de offensieve. Die kunnen uit geen kansen doelpunt scoren. Ne? Natuurlijk, Amanteros is een heel gevaarlijke spits. Die eigenlijk niet altijd in beweging is, maar toch daar staat. Ook laatste week tegen Ajax. Goed voetbalteam. Even manoriëntaties tegen de bal. Ja, is vergelijkbaar. Ik vind alle die zo om 10, 11, 12, 13, 16 de plek zijn, zijn alle zo'n beetje te vergelijkbaar. Omdat, we kunnen ja ook tegen de laatste week tegen Sparta winnen. Nu hebben we één verloren. Maar kan natuurlijk ook andersom gaan. Welke speelstijl kunnen we verwachten? Neem je veel mee van de vorige wedstrijd of kijk je vooral naar de laatste wedstrijden wat goed ging? Ja, ik probeer natuurlijk even positieve dingetjes ook te zeggen. Maar ook, als we een analyse met het team doen, is het altijd kritiek. En kritiek is ja altijd positief en negatief. Also, we laten altijd beeldjes zien wat niet zo goed was. Wat was de afspraken voor de wedstrijd? Welke afspraken zijn goed in de praktijk gekomen? En dat is eigenlijk heel normaal. Also, het is, je kunt ook maar het team afmaken, je kunt ook maar weer positief zijn. En ja, alle tools die je als trainer zo hebt, ja, die gebruik je ook in deze fase. En maar ik heb ook 1-2 dingen gezien die waren heel goed, maar tegen Sparta waren natuurlijk heel veel dingen slecht. De trainer is altijd erg positief, maar de resultaten vallen op het moment wel tegen. Hoe is de trainer daar zelf onder? Ik denk heel rustig. Also, alleen werken, dat is eigenlijk de beste manier. Even met de jongens praten. We hebben een goede relatie trainers-spelers. En dan meen ik niet dat ik de vriend van de spelers ben, maar echt, we hebben een hele goede werkrelatie. Zo. En de laatste 2 wedstrijden die we gewonnen hebben tegen Willem II en Roda waren ja ook niet geweldige overwinningen. Maar daar win je dan 1-0 en iedereen is aan jeugd. Iedereen denkt, ja, nu komt Go Ahead en Sparta, die winnen we eventjes zo. Maar ik wist altijd voor iedere punt knokken. En dat is nu ook zo. Also, en met mij, ja, ik ben natuurlijk ook lange trainer. Ja, met mij doet dat niet zoveel, moet ik zeggen. Maar natuurlijk, als je verliest, is een stuk levenskwaliteit minder. En als je wint, is als trainer de levenskwaliteit een stuk beter. Zo is het. J. Roy Grot is denk ik nog te vroeg om die terug te krijgen in de wedstrijd. Wie gaat er in zijn plaats spelen? Ja, we hebben vandaag getraind. En gesloten, top. Maar heel goed gedaan. En daar hebben we een paar spelers we hebben een beetje gekeken. Zijn er nog blessures of andere bijzonderheden? Nee, Mikael Dierenstam is ook weer terug. Ik denk voor de basis nog niet, omdat hij nu gisteren vandaag getraind heeft. Maar die kan natuurlijk met zijn goede talent direct in de selectie staan. Alleen J-Roy. Aanstaande zondag om 16:45 in het Goffertstadion. NEC tegen Heracles Almelo.